De zelfkantbaan, het stoomtreinspoortje net over de grens bij Schinveld, wordt de komende dagen uitgebreid. Om de klus aan het spoor te kunnen klaren, hebben 7 vrijwilligers speciaal vakantiedagen opgenomen. Ze leggen tot aan Pasen 50 meter rails aan bij station Bierde. Wat hier gaat gebeuren is, als wij dus, zoals in Duitsland zeggen, het Zweizugbetrieb, in het Nederlands als er 2 treinen rijden, het is maar één sporenbaan, dus ze moeten zich ergens komen de treinen zich tegenmoet. En hier in Bilgde is het zo dat de ene trein op de andere moet wachten, anders kunnen ze niet verder. En dat is juist de bedoeling dat wij dan hier op dat stukje spoor een beetje gaan rangeren. Nogmaals, dat de mensen dan kunnen zien hoe dat vroeger was en om de tijd een beetje te verdrijven voor de mensen. Voor het nieuwe baanvak wordt oud spoormaterieel, zoals de rails en kiezel voor het ballastbed, hergebruikt. Omdat het spoor van de zelfkantbaan maar 1 meter breed is, worden de spoorbielzen ingekort. Door het extra rangeertraject kunnen stoomtreinreizigers niet alleen een ritje van 5,5 kilometer maken tussen Schierwaldenraad en Gielraad. Vanaf Pasen komt daar het bekijken van het aan- en afkoppelen van goederenwagons bij halte Bierden bij.